Wist je dat er in Nederland gemiddeld zo'n 1,6 miljoen mensen per jaar verhuizen? En wist je dat een gemiddeld persoon zo'n 8 keer in zijn leven verhuist? Ja, ik heb zelf ook een paar keer verhuisd, maar het is toch echt mijn hobby niet hoor. En vooral als je het alleen moet doen. Hé, kom nou eens helpen man! Kijk eens aan, er wordt druk gewerkt. Hoi. Hoi. Je bent lekker aan het verhuizen? Ja, ja. Ja? Of heb je er ook zo'n hekel aan? Ja, nou goed, ik doe het niet voor mijn lol, nee. En waarom ga je verhuizen? Nou, we hebben wat anders gevonden en het huis is verkocht, dus we mogen eruit. En kun je meteen in je andere huis? Ga je straks met dit ding naar het nieuwe huis? Nee. Die past niet in het... Omdat we eerst naar een ander huisje gaan, gaan we niet alles overbrengen. Okay. Gaan we ergens opslaan. Nou, ik zie dat je een aanhanger gehuurd hebt. En wat ga je in de tussentijd met je spullen doen? Dit is geen aanhanger, maar een soort container, stowbox. Daar gaan al mijn spullen gaan erin. En die box die kan van de aanhanger af en die wordt in een magazijn wordt die geplaatst. Oké, dus je hoeft niet straks weer uit te laden en dan vervolgens over een tijdje weer in te laden? Pas als we het nodig hebben, dan halen we de box weer op. Dus in zijn geheel? In zijn geheel, ja. Ja. Oké, okay, oh, dat is handig. Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, ik ga je niet helpen hoor, dat zou je wel willen, maar ja. Ik vind het wel leuk om even mee te rijden naar die opslag. Is goed. Ja? Oké. Okay. Ja. Hij zit nog niet vol hè? We moeten nog eventjes. Nou, dan wacht ik lekker rustig af. Goed, ga je mee? De box is vol. Ah ja, ik ben net lekker... Ik rijd met jou mee, Bart? Ja, dus ik breng hem weg. Oké. Okay. Hallo, hi. Hoi, Koert. Goeiedag. Welkom bij ons. Ja. Nou, hij staat. Ja, hij staat. En vanaf het moment dat de klant hier zijn spullen heeft afgeleverd, halen wij die box van de aanhangwagen. En is de klant ontzorgd. De box wordt door ons in een goed beveiligde, verwarmde hal geplaatst. En hij komt daar pas weer uit op het moment dat de klant hem nodig heeft. Ja, want ik heb het gezien en het is eigenlijk een soort containertje die op een aanhanger te plaatsen is. En daar dus ook veilig op staat. Hoe ben je op het idee gekomen? Wij hebben het opslag- en verhuisproces van klanten geanalyseerd. En kwamen toen achter dat mensen heel vaak dubbel werk doen met dubbele energie en dubbele tijd. En met dit concept is dat met de helft teruggebracht. Je laat hem 1 keer in en vervolgens laat je hem pas weer uit aan het eind van het traject. Nou is het best wel een flinke aanhanger. Ja. Kun je gewoon met je normale standaard autorijbewijs met zo'n ding sturen? Ja, hij is erg groot. Hij is 13 kuub, 3 keer zo groot als een boedelaanhanger. Maar je mag er gewoon met een normaal rijbewijs en een normale auto met trekhaak mee rijden. Nou was ik net bij mensen die waren aan het verhuizen, maar konden nog niet in hun nieuwe huis terecht. Waar is het eigenlijk nog meer handig voor? Het is voor particulieren heel handig als jij bijvoorbeeld je huis verkoop klaar moet maken van de makelaar. Maar ook als je tussen 2 woningen in zit, door bijvoorbeeld dat de nieuwe woning nog niet klaar is, je nog moet schilderen, et cetera. Dus je slaat je boedel tijdelijk op. En hoeveel kan er eigenlijk in zo'n box? In de box kan 13 kuub, oftewel er is 6,5 vierkante meter grondoppervlak. En dat betekent dat je als bedrijf bijvoorbeeld ook heel makkelijk je wintervoorraad of je archieven in de stowbox kunt opslaan. Staan je spullen eigenlijk veilig opgeslagen? Ja, de stowbox zelf is voorzien van een goed cilinderslot en daar heeft alleen de klant de sleutel van. Maar ook de opslaglocaties zijn uiteraard goed beveiligd, dus de goederen staan hier veiliger dan thuis. Nou, op een gegeven moment heb je wel je plek gevonden of je hebt een nieuw onderkomen gevonden of weet ik veel wat dan ook. Je wil je box weer hebben. Hoe gaat dat in zijn werk? Dan bel je het opslagbedrijf, dan zeg je de huur op. En vervolgens bepaal je wanneer je hem weer nodig hebt. Op dat moment wordt hij op de aanhangwagen gezet en kun je ermee naar het nieuwe adres. Stel, ik heb er een nodig. Hoe kom ik eraan? De box is eenvoudig online te boeken en hij is op aardig wat locaties in Nederland verkrijgbaar. En die locaties zijn we nog steeds aan het uitbreiden. En op dat moment kun je hem bij de opslaglocatie ophalen of je laat hem langsbrengen als je niet wil of kunt rijden met zo'n stowbox. Oh, dat kan ook? Dat kan ook, zeker weten. Ben je zelf vaak verhuisd? Nee, niet zo heel vaak, maar 2 keer. En toen was er helaas dit concept nog niet. Ja, dat is ook de reden dat je niet zo vaak verhuisd hebt natuurlijk. Ja, dat wordt nu een stuk aantrekkelijker. Heerlijk. Ja, oké, okay, nou succes. Ik zie je. Hey, dankjewel voor de komst. Ja, succes.